Fans, welkom bij een gloednieuwe video. En dit is een van jullie favoriete video's, want ik heb vandaag Pikachu! Een paar pakjes met Pokémon kaarten die we gaan uitpakken in de allernieuwste serie Evolving Skies. Maar voordat we deze gaan uitpakken wil ik eerst dat je even op dat duimpje klikt, want bij 1000 duimpjes gaan we gewoon nog meer Pokémon kaarten uitpakken. En wat we nu gaan doen is even eerst kijken welke kaarten in deze serie nou het meeste geld waard zijn. De serie heet dus Evolving Skies en je zou dus denken dat het allemaal om Flying-type Pokémon gaat. Maar eigenlijk draait een groot deel van deze serie om Evolutions. 6 van de 10 kaarten die het meeste waard zijn, zijn Evolutions, maar de eerste niet. Dat is namelijk deze Dragonite. Dragon-type Pokémon zijn altijd de favorieten geweest van Pokémon-fans, waaronder deze Dragonite. En wat vet is, is dat je achter het symbooltje van het type ook van die klauwen ziet staan. Dragonite is $95 waard, dat is ongerekend ongeveer €80. En ik vind het toch wel mooi dat je heel veel Flying-type Pokémon op deze kaart ziet staan, Pharaohs en Sparrows. Ik ben zo benieuwd of we één van deze 10 kaarten gaan poelen. De kaart die $100 waard is en daarmee op plek 9 staat, is deze Glaceon. Het is een alternatieve full art kaart. En Glaceon ligt hier heerlijk te chillen in de sneeuw op een bankie. Het is best wel een schattige kaart. En ik vind Glaceon eigenlijk ook best wel leuk. Op nummer 8 vinden we de alternatieve secret rare kaart van Leafeon. Leafeon heeft maar liefst 310 HP. En het is ook een VMAX kaart en dat verklaart natuurlijk waarom Leafeon zo groot is op deze kaart. Deze is $110 waard en dat is ongeveer €92. Dan een van mijn favoriete Pokémon en een van mijn favoriete kaarten, want deze is echt heel vet. Umbreon. Alternatieve full art kaarten waren van $128. Dat is ongeveer €108. Maar dit is een kaart die ik nooit van mijn leven zal verkopen, want deze is zo vet. Umbreon zit daar als een ultieme dark type Pokémon te chillen. En je ziet Pinsir en Grimmsnarl heel rustig naar hem kijken, vol respect, erkennende dat Umbreon gewoon een echte baas is. En dat is die ook. Deze kaart wil ik heel graag. Op nummer 6 en ongeveer evenveel waard als die Umbreon is deze Rayquaza Rainbow Rare. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik Rainbow Rares niet eens meer zo heel tof vind. Als ik kijk naar wat een vette art er staat op die alternatieve full art kaarten. Altijd leuk om deze te poelen, maar voor mij niet zo heel bijzonder. Ik vind hem niet zo heel mooi. Dan een kaart die evenveel waard is als die Rayquaza van hiervoor. Dat is deze Glaceon. En dat is een Glaceon VMAX kaart. Glaceon is weer super groot. Pikachu is heel klein en Glaceon die bevriest heel het water, heel het meertje, zodat Pikachu en Eevee en de rest van zijn vriendjes allemaal kunnen gaan schaatsen op het ijs. Hele leuke kaart ook. Dan weer een Rayquaza kaart, een Rayquaza V-kaart die €118 waard is. En Rayquaza staat maar liefst 3 keer in deze top 10. Dit vind ik wel een toffere kaart, maar het lijkt wel alsof de focus hier op de trainer ligt. En niet zozeer op Rayquaza. Maar hey, als we deze poelen, dan hoor je me ook niet klaar hoor. Op nummer 3, Sylveon VMAX. Die is $170 waard en dat is ongeveer €145. Het is weer een typische Sylveon kaart. Super lief, heel roze, Eevee erbij. Is gewoon een leuke kaart, maar ik moet zeggen, ik vind Umbreon en Glaceon en de Leafeon kaart eigenlijk toffer. En nu komen we bij de kaarten die echt veel geld in het laadje brengen. Als je ze verkoopt tenminste, je kan ze ook gewoon houden. Deze Umbreon VMAX kaart lijkt op een schilderijtje en is maar liefst €275 waard. En ik moet eerlijk zeggen, hij is ook wel heel mooi hoor. Deze zou ik echt keihard in laten lijsten. Ik vind dit een verschrikkelijk mooi kaartje van een verschrikkelijk vette Pokémon, Umbreon. Ik denk dat ik die andere Umbreon kaart nog net iets vetter vind. Maar deze is ook zo tof. En dan een kaart die $432 waard is. Dat is omgerekend €366. Maar ik denk dat je in Nederland makkelijk €400 of €500 voor deze kaart kan krijgen. Rayquaza VMAX. En je ziet hem slingeren boven een gigantisch bos. Het is best wel een drukke kaart. Maar Rayquaza blijft een onwijs populaire Pokémon. En je ziet overal van die stralen van die Raydance tevoorschijn komen. Het is wel echt een mooi kaartje hoor. Dus laten we kijken of we een van deze 10 kaarten uit deze 5 pakjes kunnen gaan poelen. Dat zou super vet zijn. Knal de duimpjes omhoog. Abonneer en dan gaan we. In deze pakketjes zitten ook weer wat promo kaarten. En we beginnen bij mijn favoriete Pokémon, Umbreon. Het bestaat niet dat je niet van Umbreon houdt. Dan hebben we hier een Tepig. En we hebben heel zijn evolutielijn. Dus we krijgen hierna ook een Pignite kaartje. En vervolgens natuurlijk ook een Emboar. Jeetje, daar wil je geen klap van hebben van deze Emboar. Vette kaart zeg. Maar nu gaan we de pakjes uitpakken. En ik leg natuurlijk alvast de sleeves klaar voor als we echt iets moois krijgen. En in deze serie moeten we de 3 naar voren doen. We beginnen met een energy kaart. Dan hebben we hier de Stormy Mountains. Oh, Stormy Mountains, the island below. Oh nee, dat was weer wat anders. Dan hebben we hier een Shelgon. Inderdaad, met hier die klauwen erachter, achter dat symbooltje. Vet. Dan de volgende kaart is een Ice Cube.
En die zit op een ice cube. Super chille ice cube sessie hier. Leuk kaartje. Dan de volgende. Single strike. Wabba vet. Ja, die gaat ervoor, jongen. Kijk hem gaan, gek. Dan hebben we hier. Hopwip is de volgende. We hebben net Swablu. En dan hebben we Zorua. Zijn ook altijd leuke kaartjes. Wel vaak hele donkere kaartjes. Dan hebben we Cryogonal. En Galarian Zapdos Reverse. Wow, dit begint gelijk goed, jongen. De legendarische vogel, de Galarian vorm. Heel nice, heel nice. En wat hebben we als laatste? Als laatste hebben we een Drampa die ook lijkt op een schilderijtje. Hele zieke art, jongen. Ik vind het wel vet, die schilderijachtige kaarten. Oké, voor het eerste pakje was het echt dikke prima. Ik zei net dat je er 3 naar voren moet doen, maar dat klopt helemaal niet. Je moet er gewoon 4 naar voren doen. En dan beginnen we hier met een Grass Energy. Hebben we hier de trainer Gordy. De volgende kaart is een Braviary. Ik weet niet, ik heb ook altijd wel een zwak voor Braviary of zo. Ik vind dat best wel een vette Pokémon. Ik heb hem ook wel eens gebruikt in mijn team. Was op zich dikke prima. Dan de volgende Nuzleaf. Kijk die beide handen kop, jongen. Volgende kaartje is Carvanha. Dan hebben we Dwebble. Die natuurlijk ook zit in Pokémon Unite. En daar een hele goede Pokémon is. Samen met Crustle. Ook wel een leuk vrolijk kaartje trouwens. Dan hebben we hier het schapie. Mareepy. Oh, Drowsy. En waarom schreeuw ik om een Drowsy? Omdat ik deze art gewoon super vet vind. Ik ga er altijd goed op als de art gewoon echt heel cool is. En deze art is sick. Nice, dit vind ik een mooi kaartje. Dan hebben we hier Scraggy, die vind ik niet heel bijzonder. De reverse is een Avalook. En als laatste hebben we een Seismitoad. Die soort van breed aan het doen is. Hij denkt dat hij stoer is, jongen. Pakje nummer 3. En hier beginnen we met de Steel Energy. Dan hebben we de Treasure Energy. Een Ribbon Badge. We krijgen opeens allemaal item pieces. Fluffy. Een soort van de koning van het bloemenveld lijkt hij hier wel. Wel vet. Ja, deze ook wel weer leuk. Dan Litleo. De volgende is een Chinchu. Vind ik ook wel een mooi kaartje. Dan hebben we hier een Deino. Oeh, wat wordt de volgende? Een Pumpkaboo. Oh, 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 ik was aan het spoilen. De eerste dubbele kaart is een Carvanha. We hebben weer een Ribbon Badge. Maar dan de reverse. En als laatste hebben we hier een Tropius. Eerste pakje was tot nu toe wel het coolste, hè, eigenlijk. Ja, eigenlijk moet ik gewoon een keer een Elite Trainerbox kopen of zo. Dan weten we bijna zeker dat er wat vets in zit. In het ene laatste pakje beginnen we met een Psychic Energy. Dan hebben we hier de Digging Gloves. En weer de Stormy Mountains. En weer een Shelgon, die hebben we ook al. En weer een Drowsy. Oh, nu krijgen we allemaal dubbele. Flabébé, die hebben we nog niet. Dus dat is helemaal toppie. Dan hebben we hier Rock'n'Rolla. Ze zijn echt keihard aan het gaan op deze artstyle, vinden ze? Echt vet volgens mij. Ik ben er wel blij mee. Dan hebben we hier Psyduck. Leuk kaartje wel. Een Swablu. De Reverse Fletchinder. Dat betekent dat Talonflame erin zit. En daar word ik ook altijd heel blij van. Vet kaartje wel. En als laatste hebben we dan nu Stoutland. In de winter. Laatste pakje jongens. En dit is een Umbreon pakje. Dus deze moet geluk brengen. Een Steel Energy. Dan de Copycat. Wat ook best wel een leuk kaartje is eigenlijk. Je ziet dat de Copycat hier onder andere Leon heeft gecopycat. Nice. Dan een Zweilus. De volgende kaart is een Skiploom. Dan hebben we Gossifleur die ook in Pokémon Unite zit. Hé, hey, een andere Fletchling kaart. Oh nee, we hadden net natuurlijk Fletchinder. Geef me Talonflame. Talonflame zal wel een rare zijn, denk ik. We hebben hier Scraggy. Dan Hippopotas. Dan Timple. De reverse is een Feebas. En de laatste kaart van vandaag is een Altaria. Weet je, het is wel een Dragon-type Pokémon. En hij kan vliegen. Maar hey... Dit is geen Rayquaza. Ja, we hadden een klein beetje geluk nodig met deze 5 pakjes. Helaas hebben we geen geluk. Maar wil je wel dat we geluk krijgen? Knal dan een duimpje omhoog. Want dan ga ik misschien vaker weer Pokémon kaarten uitpakken. Vergeet dan ook niet te abonneren als je dat wil zien. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Op naar die Umbreon. Mazzel!